Welkom bij deze tutorial video over de jaarlijkse rapportage in het Cerdiversiteitsportaal. In deze video tonen we hoe je de rapportage voor jouw bedrijf kunt klaarzetten met de intake. De intake vind je als je op de bedrijfspagina klikt van de vennootschap waarvoor je wilt rapporteren. We gaan nu naar de intake van een groepshoofd. De eerste vraag gaat over de start- en einddatum van het boekjaar. Als jouw bedrijf een gebroken boekjaar heeft, Kun je dat hier doorgeven? Zo weet de CER welke bedrijven langer de tijd hebben om te rapporteren. In dit voorbeeld heeft het bedrijf geen gebroken boekjaar. Op de tweede pagina kun je de groepstructuur doorgeven van deze vennootschap. Dit bedrijf is het groepshoofd en geeft daarom aan dat het in een groep zit en dat het het hoofd is van de groep. Daarna krijg je de mogelijkheid om aan te geven of er andere grote vennootschappen in de groep zijn die ook verplicht zijn om te rapporteren. Met behulp van het KVK-nummer kun je een groepsmaatschappij toevoegen. Op de volgende pagina krijg je de vraag welk type rapportage je wilt invullen voor de groep. Eerst geef je aan of je als groepshoofd de rapportage wilt invullen voor de andere groepsmaatschappijen of dat zij dat zelf doen. Als het groepshoofd voor hen gaat rapporteren, kun je kiezen tussen een gezamenlijke rapportage en een afzonderlijke rapportage. Vervolgens rond je de intake af en ga je terug naar de bedrijfspagina. Daar zie je dat er een verzoek is verstuurd naar de andere groepsmaatschappij. Dit verzoek moet worden goedgekeurd. Dat doe je door op de bedrijfspagina van de groepsmaatschappij het verzoek te verwerken. Als je teruggaat naar het homescherm kun je navigeren tussen de verschillende bedrijven waaraan jouw account gekoppeld is. Om het verzoek te verwerken, klik je op Bekijk verzoek. Daarna accepteer je of wijs je het verzoek af. Dit zie je vervolgens terug op de bedrijfspagina. Zodra de verzoeken zijn goedgekeurd, kun je starten met de rapportage. Wanneer de intake niet klopt en je die opnieuw wilt doen, klik je op Herstart rapportage. Ook kun je de ingevulde intake bekijken. Je bent nu klaar om de rapportage te starten. In de volgende video leggen we uit hoe de rapportage werkt. Mocht je vragen hebben tijdens het rapporteren, dan kun je de handleiding raadplegen, bij de veelgestelde vragen kijken of contact opnemen met onze helpdesk.